Voor OpenM toon ik 5 werken uit de serie The Sibylline Diary. Mijn werk is surrealistisch, van aard eigenlijk. Dit kleinste werk dat moet normaal zo staan. Het is geen landschap, dus ook geen portret. Het grootste werk noemt Pueblo en het kleine werk noemt Caramba. En in mijn trolley zit een kunstwerk van keramiek. Ik teken altijd maar huizen met blik en ik kleur met blik. Niet koud, een beetje warm en zo zin om daar te zijn waar dat zo gemaakt is. En dan komt een eend mij halen. Die brengt mij naar de stad. Allee. Met plakband en zo, dat gaat eraf. Er komt in de plaats eigenlijk een heel glad, strak gespannen polyestergaas met grafische elementen erin. Ja, dat is een vierkleurige blik. Ik heb zo in een baan. Alsjeblieft, ik laat hem zien. Ik heb op dit moment in totaal 100 werken uit de serie. En de serie breidt zich steeds verder en verder uit. Mijn kunstwerk heet All About Numbers. Dit is Connected Contrast. Maar dus eigenlijk is het aan jullie om de betekenis in de werken te gaan zoeken. Dus het zou ook zo kunnen zijn... Als jullie het maar juist hangen, vind ik het goed.